Toen kwamen we terug in Nederland. Toen waren we weer in de jungle bij Days Gym. Eigenlijk onze laatste periode van het trainingskamp afgemaakt. We hebben getraind voor de wedstrijd tegen Kaito. En eigenlijk verliep eigenlijk alles heel goed. Alles verliep heel smooth. Trainingen gingen goed. Gewicht maken ging goed. En toen was het eigenlijk alweer tijd voor de weging. Vandaag is van ja man, 100% man. We delen een gang man. Cool, man. Ik ga je mee naar Rotterdam. Zo meteen al. Jawel, jawel. Maar ik heb mijn auto's al ready. Jullie weten niet eens. Maar je hebt een verkeerde auto nodig. Ja, maar dat komt door jullie. Jullie communiceren met die meneer. Dus ja, morgen. Ja, maar dan ben je stik. Begin uit te kleden. We hebben het begin van de week dat ze auto's al klaar zijn. Maandag, woensdag. Hoe niet? Jongens van het team die joinen. En dan zijn we daar gewoon met het team eigenlijk. En gewoon gezelligheid. Probeer alvast in de sfeer te komen en in de stemming te komen. En... The lightweight champion of the world! 24 wins with 10 losses. 9 of those wins coming by way of knockout. He's going to make his 18th glory start. The Wonder Boy on a 5-fight winning streak, including 4th round KO over Petch at Glory 84. 69.8 for the champion. 5 rounds tomorrow night, Rotterdam Ahoy. East versus West. And if you don't have your tickets yet, get them now and join us tomorrow night in Rotterdam for Glory 87. How are you feeling heading into this big title opportunity? You know, I feel great. And, you know, just another day at the office. And I can't wait to just put on a great performance for all my fans, for all the people in attendance. And I cannot wait. We've scoured the globe for your next opponent. He comes from Japan, 15 consecutive wins. What do you make of Kaito and his skills? I don't care about him. I only focus on myself. And that's what I always say. It's only one way. That's the champ way. You know, struggle, the journey, everything, you know. And that's what I'm going to show tomorrow night. You know, I don't care about this resume or something like that. You know, now it's time to fight. All right. Good luck to you. Can't wait to see you tomorrow night. Tejani Bescotti. En vlak voor de wedstrijd, zeg maar, en de dag voor de wedstrijd, ben ik natuurlijk gewoon het liefst met de mensen waar ik graag mee wil zijn, waar ik graag mee ben. En dat zijn de jongens van mijn team. We begrijpen elkaar goed. We zijn, zeg maar, op dezelfde energie, op dezelfde golflengte zijn we, zeg maar, samen. Dus dat is fijn. Allah, Akbar. Mooie dag man, mooie dag. Zonschijn. Etenstijl. Wie echt voor de echte maaltijd morgen? Als ik in het hotel eigenlijk aankom, vind ik het eigenlijk ook altijd fijn om gewoon eventjes een dutje te doen. Ja, ik vind het ook gewoon fijn om bijvoorbeeld lekker met mijn iPadje, bokswedstrijden te kijken. Oude bokswedstrijden van vroeger, van vechters die ik tof vind om naar te kijken. Om ook zo in de stemming te komen. En ja, ik ben ook van mening dat als je boksen studeert, als je gewoon kijkt naar beelden, daar leer je ook super veel van. Dus dat vind ik ook wel fijn om altijd gewoon even op te pakken. Daarnaast de tijd om te eten, tijd om te smullen. Ik bedoel, je valt zoveel kilo's af en dan is het van belang dat je ook gewoon goed hydrateert.
de juiste binnenkrijgt om weer aan te sterken. Ja, ja mensen. Dag voor de wedstrijd. We gaan nu lekker eten met het team. En, we vieren eigenlijk de wedstrijd altijd een dag voor de... voordat het echt gaat gebeuren. Zo gaan we dat vandaag dus ook weer doen. Wie is lekker in. Wie is ooit met dat geweldige idee gekomen, weten jullie dat? Het is zo geboren, man. Ja? Ja, het is zo geboren, ja, maar ook wel een beetje de senior Mungra. Ja, hé, hey, dat is wel een potverdomme. Dat wou je voor. Ja. Nee, maar ja, man, lekker even genieten met het team, ontspannen. Zit er goed in. Energie is goed. De vibe is goed. Ik hoop dat het eten ook goed is zometeen. Als je geeft, zet hem eens even op slot. Poeh. En iets lager mikken. Gewoon op slot, dat je raakt met die jab. Snap je? Ja. Ja, man. En zo is gewoon naar de poep even die korte. Ook al doet hij niks. Ja. Ja. We gaan echt zo beginnen. Ja. Dan gingen we echt uit eten bij een broeder van mij, van Ortam. Hij staat eigenlijk altijd voor ons klaar. Als we in Rotterdam vechten, dus dan eten we eigenlijk ook altijd bij Ortam. En ja, het eten is top. We worden daar ook gewoon altijd goed ontvangen. We zaten daar ook gewoon mee met het hele team. Gezelligheid, lachen en we maken altijd een grap. Ja, eigenlijk is het geen grap. Maar wij vieren de wedstrijd eigenlijk altijd voor er gevochten is. Ja, dus dat is gewoon hoe wij zijn, dat is hoe wij in de stemming komen, dat is hoe wij zin hebben om in die dag, zeg maar. Today is the day. Gaan we weer. Moment. Doe je uitchecken uit het hotel. Start maar. Ook weer de jongens van het team, die waren ook gewoon lekker blijven slapen. Dus dat is wel fijn dat je gewoon gezellig met z'n allen bent de hele dag. Eigenlijk mijn routine in het hotel is eigenlijk op wedstrijddag is het gewoon... Ik sta eigenlijk altijd op voor Fajr gebed. Ik doe mijn gebed en daarna ga ik weer lekker liggen. En daarna ga ik ontbijten met de jongens. En tijdens het ontbijt praten we over van alles, hoe ik me voel. Ik eet eigenlijk altijd ei. Eigenlijk altijd een gebakken eitje. En aan de hand daarvan kijk ik nog hoeveel trek ik heb. Maar dan ja, yoghurt, kwark, dat soort dingen, fruit, eet ik heel veel. En daarna is het eigenlijk gewoon... Elke keer wanneer er gebeden moet worden, dan bidden we eigenlijk ook gezamenlijk met het team. Heel veel jongens zijn moslims en bekeerd, dus dat is wel fijn eigenlijk dat we dat ook gewoon gezamenlijk kunnen doen, alhamdulillah. Dus dat is mooi man, dat is mooi dat we dat gewoon met z'n allen kunnen doen en dat geeft me ook kracht. Ik vind het ook fijn om mijn mobiliteit oefeningen, rek- en strek oefeningen te blijven doen. Gedurende de periode dat we in het hotel zijn of vlak voor de wedstrijd. Om zo gewoon mijn spieren wel gewoon te activeren van dat er wel wat gaat gebeuren vandaag. Dat zijn een beetje mijn, ja, niet vaste routines, maar dat zijn wel de dingen die ik fijn vind om te doen. En als het de ene keer wat anders is dan de andere keer, is dat ook niet erg, maar dat vind ik wel fijn gewoon om te doen. Ik ga van Kaito winnen vandaag. Ik ga vandaag laten zien waarom ik de beste ben. Ik ga vandaag laten zien waarom ik de beste ben. Ik ga ze vandaag laten zien. Het is klaar. Afgelopen. Ik ga mensen reden geven. Ik ga mensen reden geven om mij te volgen. My time to shine. My time to shine. My time to shine. And still. And still. And still. And still. And still. Five times. Zin in. Moskens zin in. Ik heb er zin in, ik heb
En dan is het tijd om te vertrekken naar waar het allemaal gaat gebeuren. Tijd om het klaar te gaan maken voor het gevecht. Time for business. Time to handle some business. En ja, de rest spreekt voor zich. Die Japaners bevat die samurai Ati. Nee. Dat ze wel gaan proberen en nu gaat hij dubbel zo hard proberen. Waarom? Hij gaat buiten zijn huis eten, je weet toch? Klopt. En hij wil nu de wereld laten zien wie hij is, broer. Voor hem is dit echt van, hey, vandaag kan hij echt niet aanmaken. Man. Al die tegenstanders tegen wie heeft hij gevochten? Ja, leuk, oké, okay, aardig en zo. Ja. Als ik van jou win, wat nooit gaat gebeuren. Dan heeft hij echt een zware naam, snap je? Dan gelijk dat uit zijn hoofd. Ja, gelijk. Gewoon, gewoon laten zien dat ik gekker dan hem ben. Ja, onderdeel. Gewoon gelijk laten zien dat ik gekker dan hem Als ik terugkom, zegt Rami is bezig met mijn lucht. Millie is al bezig met de tactiek. Jij zegt me van let daarop, snap je? Ja, maar ga eerlijk zeggen. Maar ga eerlijk zeggen. En dat, hij zegt, dit is energy, broer. Ja. Broer, als die energy gewoon goed is, broer, iedereen kan elkaar blind vertrouwen, broer. Je weet wat je aan elkaar hebt, broer, dan ga je bergen verzetten, bro. Je deed het. Millie zei iets. Ja, man. Ja.